Koningin Beatrix maakt vandaag een ronde door onze provincie. Ze bezoekt allerlei bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en nieuwe technische ontwikkelingen. En op het moment is ze in Tilburg. Verslaggever Jan Walen die volgt haar vandaag op de voet. Hij is in het winkelcentrum van scholengemeenschap De Rooipannen. Ja, Jan, ze heeft Tilburg al bezocht. Wat heeft ze daar gedaan? Nou, ze is op de universiteit geweest van Tilburg. Daar heeft ze, zo rond dit tijdstip, onthult ze daar een beeld van Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister-president. Maar daarvoor was ze hier op scholengemeenschap De Rooipannen. Daar kwam ze een uurtje geleden aan. Werd ontvangen natuurlijk door burgemeester Nordanus. Er was ook veel publieke belangstelling. Veel leerlingen van De Rooipannen waren hier. En de commissaris van de Koningin die begeleidt haar natuurlijk hier nu door de provincie. Ze is hier bij De Rooipannen omdat die op hun terrein een eigen winkelcentrum hebben. Dat hebben ze al langer. Daar liepen dan leerlingen stage in echte winkels. Maar nu is het zo dat dit winkelcentrum, waar de koningin ook bezocht, dat ze dat zelfs helemaal in eigen beheer hebben. De oudere studenten, de ouderejaarsstudenten zijn de managers van de winkel. De jongerejaars, die werken in die winkel. Nou, dat vond de koningin zo interessant dat ze een bezoek heeft gebracht hier aan dat winkelcentrum. Met leerlingen heeft gepraat, met de directie heeft gepraat over dit hele bijzondere concept van De Rooipannen in Tilburg. Ja, dat moet natuurlijk erg leuk zijn voor die leerlingen. Vanmorgen was ze ook al in Waalwijk, hè? Daar waren ze ook best een beetje zenuwachtig, toch? Ja, daar was ze vanmorgen. Daar is het bezoek vanmorgen begonnen. Ze gaat naar vier plekken in de provincie. Ze is begonnen in Waalwijk. En daar bracht ze een bezoek aan de fabriek van tapijtenfabrikant Desso. Buiten de poorten van Desso stonden veel mensen te wachten op de komst van Hare Majesteit. Desso in Waalwijk wordt natuurlijk niet zomaar met een bezoekje vereerd. Het bedrijf werkt erg milieuvriendelijk. Zo scheiden ze bijvoorbeeld de lijm van oude tapijttegels om vervolgens alles weer te hergebruiken. Maar de koningin blijkt dus ook van tapijten verstand te hebben. De majesteit was bijvoorbeeld heel goed op de hoogte dat inderdaad voor fijnstof en dus astmatische reacties het heel goed is juist om tapijt te hebben, geen harde vloeren. Dus dat was erg aardig om te horen. Ik heb haar verteld dus dat wij hier het tapijt scheiden, het garen van het bitumenmengsel met kalk. En daarna gaan wij dat hergebruiken in nieuw garen. En het bitumenmengsel dat gebruiken wij in de wegenbouw. Ja, ze wilden het wel precies weten, hè? Jazeker, dus ze was goed op de hoogte. Dus, ja, en ik versprak me op een gegeven moment een keer te zeggen van, oh, moeilijk woord. Ik heb er ook altijd moeite mee, dus dat was wel leuk. En wie had dat gedacht? Maar in haar huis, Huis ten Bos, ligt op de vloer ook een tapijtje uit Waalwijk. Ze heeft ons ook verteld dat ze ten aanzien van de akoestiek nog verbetering zoekt en daar nog een keer op terugkomt. Dus ook daar zijn we zeer verheugd. Er zit een bestelling aan te komen. Dat hopen we, absoluut. Ja, gaan we vanuit. Nou, dat kan een flinke bestelling worden dan, Jan. God, je zei vier plaatsen, nog twee over. Wat gaat ze dus nog meer doen? Nou ja, ze is hierna dus gegaan naar de Universiteit van Tilburg om dat bord van de vrouwelijke minister, ik zei minister-president, maar ik bedoel vrouwelijke minister Marga Klompé, te onthullen. Daarna gaat ze naar Hilvarenbeek. Daar heeft ze een ontmoeting met Brabantse gilden en met de Europese koning en de Europese prins in het koningsschieten. Ze gaat naar Hoge Mierde, waar ze het dorpshuis De Schakel bezoekt, wat door een speciaal ontwikkelingsplan van de provincie daar is gebouwd. En in dat dorpshuis praat ze met boeren en met burgers over de intensieve veehouderij. En daar worden verwacht ook wat mensen met spandoeken te staan. Die zullen protesteren tegen de megastallen in Kemperland. Uiteindelijk gaat ze dan ook nog naar een akkerbouwer die op hele milieuvriendelijke manier aardappelen teelt. En ze besluit haar bezoek in het gemeentehuis van Reuzel voor een afsluitende borrel. Dus ze heeft een drukdagje, de majesteit, hier in Brabant. Zeker druk. En nou, dankjewel voor jouw bijdrage uit Tilburg. En uiteraard vanaf om 6:30 ziet u meer daarover, over dat drukke bezoek van de koningin.